Als je ouder dan 40 bent heb je wellicht nood van Api Musa gehoord. Dat is dus degene die een pak van een blauwe vogel had aangetrokken en bij Joost op het podium stond. Tijdens de tweede halve finale, want er kwam geen vervolg, Api is daar erg boos om. Eerder maakte hij al een video waarin hij stelde dat er eigenlijk helemaal niks was gebeurd en dat zijn maatje Joost voor noppers is heengezonden. Nu is Api weer terug. In een TikTok-video gaat hij weer flink tekeer. Hij heeft zijn snavel opgezet en speelt een geluidsfragment uit het bekende nummer FCKU van Lilian af. Te horen is, no one wants your opinion. FCKU. Api danst er ondertussen vrolijk bij in het rond, maar aan het einde van het fragment besluit hij om allebei zijn middelvingers op te steken naar het logo van het songfestival. Wat Api hiermee wil bereiken is niet erg duidelijk. Sterker nog, door je zo op te stellen krijgen mensen nu niet bepaald een betere indruk van je. ze laat je geen traan laten. No one wants your opinion. Enfin, het is even wachten tot de directie van Eurovisie de beelden onder ogen krijgt. Ze kunnen er natuurlijk niets tegen doen, maar stijlvol is het natuurlijk niet. Hiermee geef je criticasters ook weer onnodig voor voor termen als je... je na